Bachelor- en masterstudenten van het Polytechniek College Suriname PTC hebben gisteren hun diploma in ontvangst genomen. Het gaat om een groep van 39 afgestudeerden. 11 van hen hebben hun masters behaald in Innovation and Technology, 1 in Material and Engineering, de rest is bachelor afgestudeerd. De PTC-directeur Robbie Holban zei bij de uitreiking dat dit zorgt voor kader in het land. Als wij hetzelfde blijven doen, zullen wij hetzelfde resultaat blijven krijgen. Willen wij veranderen, willen wij een ander Suriname hebben, zullen wij moeten durven om zaken op een andere manier te doen. En ik weet zeker dat deze groep dat durft en dat kan. Laten we dat doen. Laten we gebruik maken van onze innovators om ervoor te zorgen dat we met Suriname op een andere manier gaan werken. Maak u ook goed gebruik van deze deskundigen. Zet ze in, want als wij praten, als wij bezig zijn mensen op te leiden voor die samenleving, dan dient die samenleving ze ook op te vangen en ook op te nemen in het proces en in te zetten. Laat het innoverend karakter van deze studenten ook zodanig aanwezig zijn dat u met uw organisatie verder kan gaan. 44% van onze samenleving bestaat uit lager kader en 6% uit hoger kader. Het is belangrijk dat er daarom verder wordt gestudeerd. Suriname zit op dit moment in een moeilijk traject. Een simpele economische wetmatigheid is dat productiviteit leidt tot economische vooruitgang. Het PTC is 26 jaar geleden opgericht met als doel ervoor te zorgen dat het land de beschikking krijgt over deskundigen. Afgestudeerden vormen met hun achtergrond een belangrijke schakel voor de productieketen. Om te gaan richting exportverhoging, nieuwe exportmogelijkheden en kwaliteitsverbetering, zowel lokaal als internationaal, zijn van groot belang. Het is nu eenmaal zo dat een productiesector ook gestoeld is op beroepsgerichte mensen op niveau, zegt Gracia Valies Ormskerk, directeur beroepsonderwijs. U bent een volwaardige burger. En zeker met een PTC-beul op zak. Dat doet er een schepje bovenop. U heeft uw marktwaarde verhoogd. U bent misschien elders aan te werk gesteld. En met dit diploma op zak zal je wat meer verrichten. Alles wat u geleerd heeft, zult u toepassen. Want dat is wat ik van u verwacht. En dat is wat we allemaal van u verwachten. Dat u gaat toepassen wat u allemaal geleerd heeft. Verder verwacht ik ook dat u hier in Suriname geeft, uw krachten. We weten dat het moeilijk is, maar daarom vragen we het ook aan u, hier uw krachten te geven. We hebben u hier nodig. Suriname heeft u nodig. We hebben kader nodig. En zeker beroepsgericht.